Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 23 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 33. De start van seizoen 3 gaat dus beginnen. Heb je die vorige video in Portugal gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. We wonnen daar het wereldkampioenschap na een spannend slot met Lewis Hamilton en George Russell. Maar ben je nog niet geabonneerd op mijn gamingkanaal? Gewoon even doen. Abonneer je vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur in de video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Goed, een nieuw seizoen betekent nieuwe kansen voor misschien wel het constructeurskampioenschap. Zijn dus regerend wereldkampioen. Gaan dus ook met startnummer 1 rijden. Alvast een spoiler alert. Dit is even kijken wat we kunnen gaan doen. En we gaan natuurlijk voor de merchandise. Het levert ons extra geld op. Spoelen de tijd mooi even door. Sooner or later, you'll probably be asked by the media who you consider to be your rival. Think carefully who you select. As while you'll receive a claim for beating them, you'll lose a claim if you fail to do so. Nou, heel veel uitleg. Kunnen nog een aantal onderdelen vastleggen voor de regulatieverandering. We zijn dus nu aanbeland bij de driver market. Gaan Mark Webber laten vervangen. En ik heb al een idee door wie. Het wordt denk ik Jacques Villeneuve of Mika Hakkinen. Want ja, Verstappen is te duur. Aan het einde van het seizoen komt er ook altijd sponsorgeld bij. Alleen ja, dat is jammer, want de contactonderhandelingen gebeuren nog voordat het seizoen eindigt. Dus dat geld lopen we mis om bijvoorbeeld Senna of Verstappen of Hamilton is er niet meer. Om bijvoorbeeld, noem maar wat, Russell te contracteren. Dus we moeten het helaas met een wat mindere coureur. Maar goed, Hakkinen is ook een uitstekende rijder. Hetzelfde geldt voor Jacques Villeneuve. Gaan eens proberen om de Flying Finn weer terug te halen van zijn pensioen. Bereik is benaderd en bieden gewoon $5 miljoen als zijn salaris aan. En jazeker, Mika Hakkinen is dus een rijder voor ons dit seizoen voor de eerste 8 races dan. Dat betekent op naar de veranderingen van de auto. En ik pas even de kleuren nog aan. Dit wordt dus de auto. Dan is het op naar de racepakken, racehandschoenen en de racehelmen. Gaan dus voor een klassieke look. De retro helm keert niet terug, maar keert weer op ons hoofd. Racepak ook even aanpassen. En dat betekent nu ook even de handschoenen aanpassen naar de juiste kleuren. Dat is goed. Dan door naar de team details. Gaan de hoofdsponsor aanpassen. We willen het doel derde. Ik denk wel dat we dat gaan halen. Mocht Hakkinen teleurstellen, ja, dan moeten we naar een andere rijder op zoek. Na 8 races. Gaan eens even kijken met welke motoren wij gaan rijden. Ik denk dat we Red Bull Powertrains gaan verlaten. Gaan denk ik voor Mercedes motoren.
Goed, Mercedes motoren dus gekozen. En 38 miljoen erbij. Nog even de kleuren en het logo aanpassen. En dan zijn we wel klaar voor de start van het nieuwe seizoen. Seizoen 3 gaat dan dus beginnen. Nog even de teamkleuren aanpassen. En dan zitten we wel goed. Nou, top, dat is dus gedaan. Gaan we dus natuurlijk ook rijden met start nummer 1, want wij zijn de regerend wereldkampioen. En zijn weer terug waar we eigenlijk oorspronkelijk waren. Nou, nieuwe auto, check. Nieuwe teammaat, check. Nieuwe kleuren, check. Nieuwe kalender, check. Nieuwe rijdersnummer, check. Kalender nog even opvullen. Hebben we dan dus ook mooi gedaan. Even kijken nog wat we kunnen gaan doen met de faciliteiten. Ons geld dus ook weer nuttig besteed. En hebben wel wat verloren. Maar goed, we moeten weer de auto beter zien te maken en dat komt gewoon goed in dit seizoen. Ik ben ook benieuwd wat Mika Hakkinen kan in zijn terugkerende sabbatical. Hij nam een sabbatical eigenlijk voor heel veel lange tijd, maar we hebben hem toch weer benaderd. En weer 16 races op de kalender. Gaan we even kijken wie er nog is veranderd van stoeltje. Het is Albon die naar Alpine is gegaan, zie ik. Ocon vervangt Hamilton. Wie nog meer? Even kijken. Het is Felipe Drugovic die zijn debuut maakt voor, ik denk dat dat Williams is. Voor Williams. Oké, interessant. Dus één debutant, Felipe Drugovic. De rest is eigenlijk niet meer veranderd. Verstappen houden we nog steeds een oogje in het zeil, want ik wil hem wel graag bij het team. Dus misschien dat we na dit seizoen, als we genoeg geld hebben, dat we Verstappen kunnen gaan contracteren voor een zitje. En zo niet, dan is het net als F1 22. Eigenlijk gewoon afwachten wat we kunnen doen met dat contract van mogelijk Verstappen. Spoelen de tijd mooi even door. Kijken of er nog wat dingen gebeuren. Zoals bijvoorbeeld een aantal updates die binnen zijn gekomen door de faciliteiten. Inkomen is ook weer binnengehaald, zie ik. Nou, nieuwe onderdelen dus op de auto gezet. Dat is goed om te zien. Seizoensbreek gaan we ook even weer de kalender opvullen. Helaas een update verloren. Stellen we gewoon opnieuw, hebben voldoende researchpunten over. Dus er komen heel veel updates aan op de auto. Dat is goed om te zien. En dan vind ik het wel tijd voor de kwalificatie. Kijken wat we kunnen gaan doen in deze eerste race van het nieuwe seizoen. Daar gaan we dan. Zijn we aanbeland bij het eerste kwalificatiedeel in Australië. Met de nieuwe auto. Met de nieuwe motor.
gaan we kijken of we door kunnen komen naar Q2. Tweede bocht verliep niet zo lekker, maar goed, het is geen probleem. Ik kom aan bij het einde van mijn eerste ronde in Q1. Hopen dat we het ook bij één run kunnen gaan houden. Leclerc naar de snelste tijd gegaan. En wij pakken die tijd af. Goeie ronde. Goed gedaan. We aanbeland bij het tweede kwalificatiedeel. Kijken of we ook hier met één setje banden het mee kunnen doen. Prima, eerste twee bochten. Goed gedaan. Komen we aan bij het einde van mijn eerste ronde in Q2. Op dit moment een derde plek met geen tijd genoteerd. Sainz na de snelste tijd gegaan. En wij komen tot een tweede tijd. Op 2/10 van Sainz, middels een P3. En dat is inmiddels een P9 geworden in Q2. Dus we gaan er nog een keer voor zitten om door te kunnen komen naar het laatste kwalificatiedeel. DRS weer geopend en zijn een paar duizendste sneller gegaan. Inmiddels is dat een tiende. Daar wel licht de muur aangeraakt. Wat tijd verloren. Met rood in sector 1, groen in sector 2. 30 seconden nog op de klok. DRS geopend. En pakken meer dan 17e goed op onze eigen tijd. Dat is de snelste tijd. Jazeker, goed gedaan. Prima ronde in Q2. En dan zijn we aanbeland bij het laatste kwalificatiedeel. Kijken of we ook naar de pole position kunnen gaan toerijden. En er ongeveer 1 minuut en 20 seconden op de klok. Snelst in Q1 en Q2. Hopen dat we dus nu ook snel zijn in Q3. En DRS hier dus geopend. Aankomen eerste bocht verloopt. Ja, kon wat beter. Hadden daar iets te veel snelheid meegenomen helaas. En nog ongeveer 50 seconden op de klok. Dan zit Q3 erop. En groen in sector 1 en 2. Laatste bocht schieten we wat door. Tijd verloren daar. DRS weer geopend. En dan laten wij overstart finish. Welke tijd noteren en welke plaats? Een tiende tijd. Staan dus helaas tiende op de startgrid. Dat is minder. Verstappen pakt pole position. Daarachter Lando Norris en Perez sluit aan op P3. Mika Hakkinen pakt ons in de quali. Doet hij goed. Wij dus vanaf P10. Geeft niks. Is het op naar de race. En kijken wat we dan kunnen gaan doen. No more testing. No more practice. This is the real deal. And it's make or break here at round one of this year's Formula One World Championship. It's Albert Park Circuit, 3.2 miles of bumpy city streets. We have changed the turns at 1, 3, 6 and 13. They have all been widened. We've got rid of the chicane at 9 and 10. That is now a flat out right-hander. It's a new look that made its debut in 2022. New life into an old classic. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday and he'll start from pole position. Edging out Sergio Perez, who lines up P2. Looking at the rest of today's grid, we have Leclerc, Sainz, Russell, Gasly, Norris, Ocon, Hakkinen, the Professor, Albon, Stroll, Hülkenberg, Richard Vasseur, Drugovich, Tsunoda, Magnussen, Bottas, Sargeant, Joe, Oscar Piastri, and Nyck de Vries rounds off the grid.
Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. And we welcome Natalie Pinkham to the opening race of the year. Nat, here we go then. Huge excitement building for this. At this point, anything is possible. Well, it's clear, very clear conditions, and that makes it clear for the drivers because they don't have to worry and have that added distraction of fickle weather. They can concentrate on the driving and not everything else around them. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Nou moeten dus de engineer niet teleurstellen in deze wedstrijd. We vertrekken dus vanaf een 10e positie. Strategie is medium hard. Kijk wat we daarmee dus kunnen gaan doen. Eerst ons opmaken voor de formatieronde. Komen goed weg van onze positie. Banden en remmen op temperatuur brengen is het advies. En dan komen we aan bij het einde van de formatieronde. Dan gaan we kijken of we goed of dat we slecht in onze positie komen. Dat is de vraag. Jazeker. Goed geparkeerd. En dan gaan we ons gewoon opmaken voor de allereerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Seizoen 3 gaat dus beginnen met onze nieuwe teammaat Mika Hakkinen voor ons. Wij zetten op P10. De lampen gaan aan voor de grote prijs van Australië. En ze zijn uit en we zijn onderweg en komen heel goed weg. Beter dan, nog eens beter dan Ocon en Hakkinen. We hebben al heel veel mensen gepasseerd, zitten daar een beetje klem met Russell en Perez. We kunnen daar Perez inhalen, Verstappen en Russell daar zij aan zijn. Maar wij kunnen hier meedoen voor P3. En we pakken beide rijders mooi goed gedaan. En dat is de tweede positie in handen. Prima start voor ons. Nu is het op naar Sainz, maar daar maken we een foutje. En Verstappen profiteert gelijk van die fout. En is ons gepasseerd. Wij zijn teruggewezen tot een derde positie. Alsnog een goede start in de race. Rijden ook op die medium band. Perez op de zachte band, dus die gaat denk ik plekken veroveren. Allereerst moet hij Russell zien te verschalken. We zitten in ronde nummer 2 van de race als die Perez Russell heeft verschalkt. Hetzelfde geldt voor Gasly. En Perez zit te kijken voor P3 in de wedstrijd. Ocon heeft een probleem. Meldt Mark Priestley die gele vlag. Omdat daar denk ik iemand gaat uitvallen. Volgens mij is dat Ocon. Die daar gaat stilvallen. En Russell is naar binnen geweest voor een nieuwe neus. Beide Mercedes'en rijden achteraan. Ocon rijdt weer, zie ik. Toch weer geel. En weer groen. Geen idee wat er aan de hand is. Maar goed, Toto Wolff beleeft een moeizame start van het nieuwe seizoen. DRS is ingeschakeld door race director. En Ocon wordt ingehaald door Russell. Dus ik denk dat het voor Ocon einde wedstrijd is. Maar hij rijdt nog. Dus vreemd wat er aan de hand was. Wij hebben het een beetje lastig met de tractie. Want Perez zit op onze hielen te kijken voor een aanval. Op die zachte band voor P3. Maar kan er niet voorbij. Houden de auto zo breed mogelijk als het kan. En zitten dit keer wel naast ons via de binnenkant. En is er nog niet voorbij. Een kleine touché met ons achterwiel op zijn voorvleugel. Maar goed, niks ernstig beschadigd daardoor. Dus dat is goed om te zien. Nog steeds leidt Carlos Sainz de wedstrijd. Max Verstappen op P2. Perez op P4. Wij dus op P3. Daar een foutje op de exit, dat ziet Perez. En is er voorbij. Is naar P3 gegaan, op die zachte band. Wij kunnen misschien terug aanvallen bij de Mexicaan. Wij er een lijn nemen. En dat is nog steeds een derde positie. Goed gedaan, mooi gevecht voor het podium. Het gat naar Verstappen is inmiddels 4,5 seconden. Wordt alsmaar groter en groter in deze wedstrijd.
zitten we in ronde nummer 6 van de race. Als we daar een klein foutje maken en Perez profiteert ervan en is er voorbij. Wij gooien de overtakeknop aan en ook zit Hakkinen te kijken voor een aanval. Aan de binnenkant moeten ruimte laten, raken elkaar daar wel. Mika Hakkinen probeert het daarbij Perez, zit ernaast voor P4. Maar kan er niet echt van profiteren. Rijdt wel in de punten, dus dat is goed om te zien. Wij kunnen hopelijk nu wegrijden van die twee. Die houden elkaar zo op dat wij mogelijk buiten de DRS-zone van Perez kunnen gaan vallen. Dat is voordelig voor ons, dus daarom gooien wij onze overtakeknop aan. Nieuwe strategie is beschikbaar, zegt de engineer, op de MFD. Ronde nummer 10 naar de harde band. We zitten in ronde nummer 8 van de race als Perez Mika Hakkinen heeft afgeschud en weer naar ons is toegereden voor een aanval. Wij nog steeds op het podium. P3 in onze handen. Perez kan er niet langs. Krijgt daar een waarschuwing vanwege de bochtafsnijding en dat is helaas de grindbak. Wat kan Perez hier aan de buitenkant en is er voorbij? Remmen later dan de Mexicaan, jazeker, en nog steeds P3 in handen. Mooi gevecht voor een podium. Nog 12 rondes te gaan in de race. Sainz nog steeds leider in de wedstrijd. Verstappen volgt op P2, wij dus nog steeds op een derde positie. Dan komen we aan in ronde nummer 11 als we naar binnen duiken en ik heb besloten om naar de zachte band te duiken. Want er zijn nog maar 8 rondes te gaan. Sainz, Verstappen, Norris duiken allemaal naar binnen voor de harde band. Hakkinen rijdt een ronde langer door. 2,3 is de pitstop. Volgens mij is Perez al naar binnen gedoken, maar wij komen mooi voor de Mexicaan weer de baan op. Goed gedaan, goede pitstop. Goede strategie. En met nog 8 rondes te gaan kunnen we deze zachte banden op temperatuur gaan brengen. En de jongens voor ons, exclusief Hakkinen, want die moet nog naar binnen, rijden allemaal op 2 compounden harder. En die band is niet zo makkelijk op temperatuur te brengen, dus die gaan het lastig krijgen tijdens de outlap. Wij kunnen gelijk vol pushen en jazeker, in ronde nummer 14 zijn we bij Verstappen benaderd. Ook omdat Verstappen een probleem heeft. Dat heeft Mark Priestley verteld. En wij hier met de overtake en de slipstream en zometeen de DRS moeten we er denk ik makkelijk voorbij gaan. Verstappen geeft zichzelf nog niet zo gauw gewonnen. Duwen we hem als het ware vooruit, maar hier aan de binnenkant, jazeker, Verstappen gezien voor P2. En nu kunnen we doorrijden naar Carlos Sainz. Dat gat is wel 9 seconden, bijna 4 seconden. Dus dat moeten we helemaal dichten met nog 6 rondes te gaan in de race. Hopelijk dat het ons lukt, maar wij hebben die verse softband. Sainz rijdt op die harde band en die is niet snel. Dus daarvan kunnen wij wel profiteren. Verstappen is ook inmiddels helemaal weggereden. Gat is 1,2 seconden. En wij hebben ook de snelste raceronde in handen. Ronde nummer 17, als we daar Carlos Sainz zien rijden voor P1 in de wedstrijd. Gat is ongeveer 18e. We moeten slim zijn en hem proberen bij te houden op het rechte stuk. Max is helemaal zoek gereden. Gat is 3,1 seconden. Na Sainz is het nu inmiddels een seconde. Geen DRS voor ons in de 18e ronde van de race. We winnen hier wel een aantal belangrijke secondes op de Spanjaard. Gat is nu 18e. Zijn 2/10 dichterbij gekomen. En hier al helemaal 15e inmiddels. Dan is het daar geel omdat daar denk ik Piastri uitviel. En dat betekent dat Sainz van zijn gas af moest en wij kunnen hier profiteren. Sainz probeert op die binnenkant te verdedigen, is helemaal zinloos en wij pakken de leiding af. Maar Sainz
heeft de betere tractie. We kunnen hier nu in de slipstream duiken en naar de binnenkant toe kijken. En hier is Sainz echt gezien, kan niet insturen. En zo pakken wij de leiding af met nog één ronde te gaan. Goede strategie, hebben ook de auto daarvoor gelukkig. We zijn snel op het rechte stuk, dus dat is goed om te zien. En kunnen we nu wegrijden van de Spanjaard? Dat is de vraag. Laatste ronde loopt voor de grote prijs van Australië. Sainz is gewoon nog binnen onze DRS gebleven. Konden niet wegrijden van de Spanjaard. Probeert daar wel aan de buitenkant aan te vallen. Lukt niet, dan naar de binnenkant terugkruisen. Maar wij hebben de topsnelheid van onze auto. Kan er niet langs. Maken wel een foutje. Wat kan Verstappen zo meteen nog? Die zit er ook aan te komen. Gat is 1,5 seconden. En Sainz 2/10 probeert het aan de buitenkant. Maar lukt niet. Terugkruisen heeft ook geen zin. Zo meteen voelde ik nog dat rechte stuk met de DRS van Sainz. Maar ik ben bang dat hij het niet redt. Gele vlag. Hier mag Sainz niet inhalen. Dat betekent dat wij de seizoensopener winnen. In Australië pakken de volle buit als coureur. Goed gedaan. Jammer. Ja, van onze teammaat. Maar goed, een prima resultaat voor ons. Goed gedaan. En het op naar de volgende video. En wedstrijd natuurlijk. Been the finest race in history, but there's no question that was a critical win. So, Natalie, what made the difference out there today? Well, confidence breeds confidence. Success breeds success. They are very much enjoying a purple patch right now. Well, what a thrilling end to an incredible Grand Prix weekend. Our top three finishers should be incredibly happy with what they were able to achieve out there today. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Australië. De seizoensopener is dus binnen. Met als snelste racepunt pakken wij als individu de volledige score. Hakkinen stelt helaas teleur. Van P9 naar P14. Jammer. Sainz P2. Verstappen 3. Perez 4. Leclerc 5. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En wij staan derde in het constructeurskampioenschap op 2 punten van Ferrari. Red Bull op P2 op 1 punt van Ferrari. Dus ja, we zitten dicht bij elkaar. Maar goed, dat is geen probleem. We moeten dit gewoon vol zien te houden. Het team acclaim en de rivaliteit breakdown eerst met mezelf en Verstappen. Plus 5 voor mij. Plus 1 voor Max. Wat betekent 6 tegenover 5. Met nog 6 wedstrijden te gaan. Nu dan dus het team acclaim. Level 22 dus het team. Wij zijn nog steeds level 18. Hakkinen is level 13. Dus ook dat zit wel goed. Van alle sponsoren de doelen behaald. $1,2 miljoen erbij. Helaas heeft Hakkinen $10,000 misgelopen dankzij schade. $115,000 daar dus weer erbij. In totaal op de bank $25,3 miljoen. En er komen ook een aantal updates aan die zijn geslaagd. Dat is goed om te zien. Maar goed, dat is allemaal voor de volgende aflevering. Ik ga deze video in ieder geval afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse My Team Remote content elke zaterdag en zondag om 1 uur in de video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van me mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was Janan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gevuld met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.